Bij de Amsterdamse droogdokmaatschappij ligt de zwaar gehavende Engelse veerboot European Gateway. Aan bakboordzijde is met een stalen plaat een reusachtig gat gedicht. Aan stuurboord zijn 8 zogenaamde tepels zichtbaar voor de kabels waarmee het schip overeind werd getrokken nadat het voor de haven van Felixstowe na een aanvaring was gezonken. Bergers van Wijsmuller die het karwei opknapten hebben het wrak over de Noordzee naar Nederland gesleept, waarna het bij de reparatiewerf van de ADM werd vastgelegd. De veerboot had onder andere een lading parfum aan boord en verder enkele Engelse plezierscheepjes voor de Hiswa, die dus toch nog in Amsterdam zijn aangekomen. Dag en nacht wordt er gepompt om het schip drijvende te houden. Eerst moesten de vrachtwagens gelost worden, daaronder een aantal tankwagens met chemicaliën en olie. Na de aanvaring, die 6 mensenlevens eiste, heeft het schip maanden gekanteld in het zeewater gelegen. En dat is nog goed te zien. Met behulp van een lier en een rijdende kraan werden de tankwagens 1 voor 1 uit het schip getakeld en voorlopig ergens op de wal neergezet. Als het schip bij de ADM in dok is, zal worden bekeken of reparatie nog mogelijk is of dat alleen de sloop overblijft. De bergers hopen op reparatie, omdat ze dan meer vergoeding voor hun werk ontvangen dan bij sloop. Spannende tijden dus voor Wijsmuller.